Het houten terras heeft geen waterafvoersysteem nodig, maar het terras in Blauwesteen wel. Anders verandert bij hevige regenval het gazon in een modderveld. En ook als het terras geschuurd wordt, is zo'n waterafvoergoot wel handig. Zo belandt het vuile zeepwater niet in het gazon. Bij het graafwerk steekt Roger de graszoden zorgvuldig af. Zo kan hij die achteraf nog gebruiken om het gazon weer mooi te herstellen. Hij begint bij de Euroline-goot die op de afvoerbuis aangesloten moet worden. Voor zijn gemak heeft hij een element gekocht waar al een uitloop in gemonteerd zit. Aan het uiteinde lijmt hij er een eindplaatje in. Op de afvoerbuis, die al klaar zit, kan hij deze goot met ingebouwde uitloop aansluiten. Het bijpassende witte element is een bladvanger en stankafsluiter tegelijk. Zo kan er geen vuil in de buizen geraken en heb je geen geurhinder uit de riool. Roger plaatst de goot iets lager dan de bovenkant van het terras om een vlotte afwatering te garanderen. De volgende elementen passen met tand en groef telkens in de vorige. Mocht je om de een of andere reden over onvoldoende inbouwdiepte beschikken, dan bestaat er ook een lagere goot die maar even dik is als een klinker. En die plaats je dan gewoon mee met de klinkers op een afgereid stabilisébed. Tegen elke goot moet de stabilisé goed aangedrukt worden. Roger voorziet ook een breed steunkussen, zodat de goten niet kunnen wegzakken. Het laatste element moet uiteraard op maat worden afgekort. Dat gaat perfect met de Haagse slijper, maar draag wel de nodige beschermingsmiddelen als je daarmee werkt. Deze goten bestaan uit polyesterbeton. Dat heeft vele voordelen tegenover gewoon en glasvezelversterkt beton. Lichter, veel sterker, niet poreus en dus vorstbestendig. Dankzij de gladde binnenwand hechten vuildeeltjes zich niet vast. Ook op het laatste element moet er een eindplaatje komen. Een hybride kit zorgt voor een stevige, waterdichte bevestiging. Hybride kitten vervullen twee functies in één keer: lijmen en afdichten. Het is dus lijm en siliconen tegelijk. Als afwerking vult Roger de ruimte tussen het gras en de goten weer op met aarde en drukt die goed aan. De aarde mag ongeveer gelijk komen met het grasoppervlak. Daar legt hij dan de graszoden over, sproeit die goed nat en loopt ze aan. We vragen ons wel af waarom je dat gras nu zo hoog legt, Roger. Het steekt boven de goten uit. Opnieuw aangevulde aarde zakt sowieso nog. Ook al wordt ze goed aangedrukt. Daarom heb ik dit wat te hoog gelegd. En na een maand ligt alles mooi gelijk. De roosters maken het geheel strak en mooi afgewerkt. Ze zijn verkrijgbaar in verzinkt staal, inox of gietijzer. Wil je waterafvoergoten voorzien, maar hou je zo niet van die roosters? Dan